Het is 1566. Willem van Nassau, prins van Oranje, is de plaatsvervanger van de Spaanse koning in Holland en Zeeland. Willem verkeert in tweestrijd. Hij is de belangrijkste steunpilaar van het gezag, maar dan kondigt koning Philips II de bloedplakaten af. Iedereen die geen katholiek is, kan worden opgepakt door de Spaanse inquisitie. Protestanten worden afschuwelijk gemarteld, vaak tot de dood erop volgt. Ook al gaat het lot van het volk hem zeer aan het hart, Willem van Oranje blijft trouw aan de Spaanse koning, ondanks de vele slachtoffers. Donkere wolken pakken zich samen boven de Nederlanden. Het onweer ontlaat zich voor het eerst boven het dorpje Steenvoorde in Vlaanderen, waar een predikant een opruiende preek houdt. Opgehitst trekken zijn toehoorders naar een naburig klooster en slaan alle heilige Maria en Christusbeelden aan gruzelementen. De weerzin tegen de katholieke tirelantijnen en de wrede inquisitie mondt uit in een grote aanval op de paapse afgodendienst. In de week na Steenvoorde nemen de beeldenstormers meer dan 400 kerken en kloosters onder handen. En verspreidt de razernij zich naar de grote handelsstad Antwerpen en de noordelijke gewesten. De Nederlanden worden meegesleurd in een maalstroom van bloed en geweld. Willem van Oranje staat op een tweesprong. Moet hij kiezen voor trouw aan zijn rechtmatige heer en meester Philips II? Of moet hij opkomen voor de arme zielen die van pijn krijsen in de vlammenzeeën van de inquisitie? De prins kan maar geen besluit nemen en eigenlijk hoopt hij dat nooit te hoeven doen. Wat verklaart Willems loyaliteit aan de koning? Hoe is de beeldenstorm ontstaan? Om dit beter te begrijpen moeten we terug naar het jaar 1555. Wanneer de oude keizer Karel V voor zijn verzamelde hof afstand doet van zijn troon, zien alle toeschouwers hoe de jichtige vorst steunt op de schouder van Willem van Oranje. Zo onderstreept hij Willems belangrijke positie aan het hof. Karel geeft het gezag over de welvarendste delen van zijn rijk, de Lage Landen en Spanje, aan zijn zoon Philips II. De nieuwe koning vestigt zijn hof in Madrid. Philips droomt van een zuivere katholieke kerk in zijn landen. Calvinistische nieuwlichterij moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Philips komt al snel in conflict met zijn onderdanen in het noorden. Lagere edellieden werpen zich op als woordvoerders van de onvrede. In april 1566 loopt een optocht van honderden edelen door de straten van Brussel naar het paleis van landvoogdes Margaretha van Parma, zus van Philips en zijn vertegenwoordiger in de Lage Landen. Ze lezen een smeekschrift voor waarin ze vragen een einde te maken aan de ketterplakaten. Maar Philips is niet van plan te luisteren naar het protest van de Nederlandse adel. De inquisitie vervolgt de Calvinisten nog heviger. Ketters worden levend verbrand. Tijdens een felle redevoering in de Raad van State verklaart Willem: hoezeer ik ook aan het katholieke geloof gehecht ben, ik kan niet goedkeuren dat vorsten hun onderdanen de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen. Toch kan Willem het gezag van zijn koning niet verwerpen. Zijn vroegere trouw aan keizer Karel bindt hem nog aan Philips. Het is 1566 en de bom is gebarsten. De beeldenstorm verspreidt zich, ook naar Amsterdam. In december komt Willem van Oranje naar de stad om burgemeesters en inwoners tot kalmte te manen, maar hij ontmoet alleen lauwe welwillendheid. De burgemeesters zijn bang voor de Calvinisten binnen de stadsmuren die geen duimbreed willen toegeven. Dan hoort Willem dat de hertog van Alva een sterk leger aan het verzamelen is. De ijzeren hertog komt duidelijk niet om te onderhandelen. Alva's komst kan alleen maar betekenen dat Philips het Spaanse gezag wil herstellen. Dit maakt een eind aan Willems twijfel. Hij besluit te vluchten en zoekt een veilig onderkomen in het familieslot Dillenburg in het graafschap Nassau. In de 5 jaar die volgen zal Willem afglijden van steunpilaar van het gezag tot aanvoerder van een bende rebellen. De strijd tegen Spanje is duur. Willem moet zelfs heel Dillenburg belenen, tot aan het tafelzilver toe. Voor het eerst in zijn leven leidt Willem militaire operaties. En hij ontdekt dat hij daarvoor slechts een matig talent heeft. Hij bereidt een invasie van de Nederlanden voor. In 1568 vallen 3 legers vanuit Groningen, Gelre en Limburg het door Alva beheerste gebied binnen. Maar alle 3 de legertjes worden verslagen. Willems broer Lodewijk ontkomt maar net aan de Spaanse lansen. Zijn jongste broer Adolf sneuvelt. Ook een aanval in het jaar daarop mislukt.
Willem zwerft berooid, soms verkleed als een eenvoudige boer, door Frankrijk op zoek naar bondgenoten. Maar ook al is hij verpauperd en hebben zijn aanvallen nog geen resultaat, voor iedereen is duidelijk dat hij de onbetwiste leider is geworden van de opstand tegen Spanje. Ondertussen rekent Alva af met de opstandige Nederlanden. Een groot aantal edelen slaat op de vlucht. Wie is gebleven, wordt door de hertog gevangen gezet. Een speciale rechtbank, al snel berucht als de Bloedraad, veroordeelt meer dan 1000 mensen tot het schavot. Zelfs voorname edelen als de graven van Hoorn en Egmond worden in Brussel onthoofd. Gevluchte leden van de lagere adel organiseren zich in bendes die de waterwegen onveilig maken. Ze noemen zich watergeuzen. Als piraten maken ze het scheepvaartverkeer voor vriend en vijand onmogelijk. Op 1 april 1572 komt een eskader watergeuzen na een storm toevallig terecht voor het Zeeuwse stadje Den Briel. Een Brielse veerman vertelt de geuzen dat er uitzonderlijk weinig Spaanse soldaten binnen de muren zijn. Dit is een te mooie kans om te laten liggen. Nog diezelfde dag valt Den Briel in handen van de geuzen. Niet alleen de Spanjaarden, maar ook Willem is volstrekt overrompeld. Hij is zelfs verontwaardigd. Hij heeft toch de leiding? De geuzen zijn dan wel een ongeregelde bende, maar door de val van Den Briel komt de opstand in een stroomversnelling. Het ene stadje na het andere sluit zich aan. De rebellie tegen Alva verspreidt zich snel. De Spanjaarden slaan terug. Amsterdam blijft de belangrijkste Spaanse uitvalsbasis in Holland en dat heeft bloedige gevolgen. Moeiteloos trekken de Spanjaarden langs het IJ het land in om de opstandige steden te belegeren. Ze moorden vestingstad Naarden uit tot de laatste man. En ook in Haarlem vinden duizenden de dood. Maar de reeks belegeringen komt tot stilstand bij Alkmaar. Als de dijken worden doorgestoken en de Spanjaarden tot hun knieën in het water staan. Niet lang daarna mislukt ook het Spaanse beleg van Leiden. Willem redt de uitgehongerde stad door ook daar de omgeving onder water te zetten. Ondertussen nemen de watergeuzen wraak op het Spaansgeziende Amsterdam. Met een blokkade snijden ze de handelsstad af van de buitenwereld. Voedselschaarste verandert in hongersnood. Het wordt stil in de havens en leeg op de kades. Dan vindt in 1578 een wonder plaats. Vreedzaam regelen de Amsterdammers onder elkaar dat hun stad overgaat naar de kant van de opstand. Katholieke burgemeesters en geestelijken worden afgevoerd en in schuiten de stad uitgevaren. Ze denken dat ze hun dood tegemoet gaan, maar ze worden slechts verwijderd, zodat Amsterdam zich kan aansluiten bij de prins van Oranje. De alteratie is een feit zonder dat er een druppel bloed is vergoten. Nu Amsterdam zich achter de opstand heeft geschaard, beschikt Willem van Oranje over een bijna aaneengesloten gebied. Met de provincies Holland en Zeeland vormt hij een eensgezind bastion tegen de Spaanse zwijnerij. Het is een hoopgevend begin. Maar Willem zal al snel merken dat zijn ideaal van religievrede, waarin katholieken vreedzaam naast protestanten leven, niet door iedereen gedeeld wordt.